Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week regisseur Erik de Bruin. Ja, er worden minder risico's genomen op het niveau van progressiviteit. En we ontmoeten nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Erik, welkom bij Short Talks. Je maakt films met verschillende type scenario's. Sommige zijn gebaseerd op waar gebeurde verhalen, andere op boeken en weer andere zijn originele scenario's. Zit er een onderscheid in voor jou om zo'n verschillende type scenario's te verfilmen? Ja, dat is altijd wel. Ik zie eigenlijk ook elk project als heel verschillend, weet je wel. Dus ik ben eigenlijk een filmmaker en ik sluit niks uit. Ik zou net zo goed een thriller kunnen maken als een musical, bij wijze van spreken. En het heeft meer te maken met de basis van het verhaal dat dan tot me komt of zo. Is het makkelijker als een verhaal al bestaat, zoals bij J. Kessels? Ja, ik vraag me af of het nou eigenlijk makkelijker is. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Soms lijkt het minder werk, maar het kan ook zijn dat het complexer is. Omdat gewoon, wat laat je dan weg, snap je? Een boek is altijd te veel. Een film is altijd een verdichting van de tijd. En altijd moet je indikken, heel veel indikken eigenlijk. En wat blijft er dan over? Is er dan nog een goede kern? En is die kern krachtig genoeg, zeg maar? Dus nu ben ik weer bezig met een origineel verhaal bijvoorbeeld. Daar heb ik nu de laatste tijd wel weer zin in, om zelf te schrijven. Je gelooft in auteur-regisseurs. Ben je daar elke film dat je maakt mee bezig? Kijk, de basis is eigenlijk wel dat ik geloof dat film ook een kunst is. En waarom zou je nou films maken die er al zijn? Ik zie gewoon veel te veel films waarvan ik denk, die heb ik al gezien. Of die zijn er al, of die zijn een herhaling van. En het wordt steeds erger eigenlijk. Dat is natuurlijk ook wel logisch, want het is steeds meer in de greedy hands van mensen die geld willen verdienen. En het valt een prooi in entertainment cinema. Maar het gevolg daarvan is wel dat er gewoon heel veel films zijn waarvan ik denk, ik heb het al gezien. En ik hoef zelf niet dat soort films te maken. Dus kijk, bijvoorbeeld J. Kessels, snap je? Dat is waarom ik dat wilde maken was, omdat ik er een kans in zag om iets te maken wat er nog niet was. Hé, hey, nou goed hoor mevrouw. Kijk eens, een 9. Hartstikke hoog. Bravo, u mag een herinnering kiezen en doorlopen naar de deur. De Hemelpoort is een korte zwarte comedy, waar we eigenlijk hebben geprobeerd te vertellen op een hele melige manier hoe zinloos en lullig heel groot deel van menselijk leven is. Ik heb deze film samen met Christen Krijger geregisseerd. En ik denk dat we elkaar heel erg aanvullen. Dat wat hij mist, heb ik. En wat ik mis, heeft hij ofzo. En daarin heb ik op de set vooral heel veel gedaan. En hij in de voorbereiding en afwerking is hij meer dominant geweest. En dat is uiteindelijk heel goed gegaan. We hebben deze film gemaakt binnen het programma The One Vision Party. En het is heel tof. Je wordt begeleid door professionals. En ik denk dat ik in het proces wel echt heb geleerd dat het genre waar ik in wil werken sowieso comedy is, of zwarte comedy in ieder geval. Gotha is een korte coming-of-age film over een jongen die zijn vader mist. Kom maar aan. Hey, buurman. Mevrouw. Was het goed? Ja. Sarah en ik deden mee aan een programma, dus wij werden bij elkaar geplaatst. En toen vertelden ze mij een basisidee over wat voor films ze graag wilden maken. En dat kwam heel erg overeen met wat ik ook wilde gaan maken. Dus toen zijn we daarna gaan praten over wat nou precies de kern van dat verhaal was. En daar is Gotha uitgekomen. Ik heb superveel geleerd van Gotha. Ik denk dat ik in de volgende film, ik was heel erg vast aan het houden aan alle dingen die ik bedacht had. En ik denk dat ik de volgende keer het iets losser wil laten en iets meer aan creativiteit over wil laten op het moment zelf. Waarom worden er niet zoveel risico's genomen in de Nederlandse filmwereld? Er worden minder risico's genomen op het niveau van progressiviteit of laten we zeggen iets wat heel controversieel is. Of wat
buiten bepaalde eigende paden van narrativiteit valt, daarvan denkt men heel snel, daar is geen publiek voor. Wat ook misschien wel waar is, deels. Maar daar wordt veel te veel naar geluisterd, naar dat idioom van het moet liefst meer dan 400.000 bezoekers trekken, of 100.000 tenminste. Dus eigenlijk ligt het niet aan de regisseurs of schrijvers, maar aan het hele systeem. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik vind het ook te makkelijk om te zeggen dat, weet je wel, er zijn wel van die journalisten die hebben wel eens vergeleken tussen de Vlaamse cinema en de Nederlandse cinema. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het ook een heel ander systeem is in België. Hoe daar films beoordeeld worden. En dat is een soort positief uitgevallen de laatste pakweg 9, 10 jaar of zo. Maar dat heeft ook wel met het systeem te maken, snap je? Kijk, je hebt eigenlijk, je kan heus wel een keer een film maken voor geen geld of zo, met allemaal vrienden. Maar dat doe je niet 3 of 4 keer. Dus je hebt wel geld nodig voor een film. Film is gewoon een dure kunstvorm, zou ik maar zeggen. En dat weet iedereen. Het is arbeidsintensief, tijdsintensief. Dus ja, de cultuur moet dat als het ware ondersteunen. En de producers moeten dat ook ondersteunen. Toch, met alle moeilijkheden zijn jouw films altijd goed ontvangen. Dus wat is jouw geheim? Nou ja, ik weet niet of ik veel succes heb, eerlijk gezegd hoor. Ik denk gewoon dat het wel meevalt. Maar ik ben ook iemand die me gewoon, net zoals bepaalde auteurs, ik moet dat eigenlijk ook niet meer doen, maar dat sturen mensen me dan weer op. Ik stoor me altijd aan niet goed opgebouwde, slechte kritieken, zou ik maar zeggen. Tegenwoordig kan natuurlijk ook iedereen iets schrijven over een film waar je 4 jaar aan werkt. Dus iemand heeft een blog of iemand werkt net voor een of ander netforumpje, webforumpje en schrijft daar 5 regels over, weet je wel. Dat staat niet eigenlijk in verhouding, vind ik meer. En vind ik soms ingewikkeld. Ik ga er wel altijd met hart en ziel in. Dat is wat ik wel altijd probeer te doen. Dus ik bereid me heel goed voor. En als ik eenmaal voor een film ga, dan is dat net als een soort hurricane. Die komt over je en je wordt er door meegenomen. En je spuugt hem uit, maar het spuugt jou ook uit of zo, weet je wel. Het is een soort, ja, ik denk dat je zeer gepassioneerd moet zijn om films te maken. Als je die kunstvorm kiest. Erik, hartelijk bedankt voor je komst. En tot de volgende keer. Okay.